Welkom bij Lullen en Actueel van woensdag 14 september. Het landelijk kenniscentrum Groengas in Leeuwarden is formeel geopend. Groengas Nederland is een initiatief om de ontwikkeling van de groengasmarkt te versnellen. De organisatie is opgericht door vele gasbedrijven. Het is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Friesland stelt zich voorop in deze duurzame variant. Er zijn maar liefst 11 groengas tankstations voor auto's, bussen en vuilnisauto's in Friesland. De NHL heeft een zonneboot gebouwd waarmee ze in 2010 derde zijn geworden bij wedstrijden. Nu gaat de hogeschool in samenwerking met Leeuwardenbedrijf MG Electronics opnieuw een boot bouwen. De boot die in Friesland gebouwd wordt, wordt grotendeels een replica van de vorige zonneboot. Er zullen natuurlijk wel veel verbeteringen en aanpassingen gedaan worden. Ook in China zijn ze van plan om een zonneboot te bouwen. Ze hebben daar echter nog geen ervaring mee, dus zal de NHL helpen met technische kennis. De Nederlandse boot zal in het najaar verscheept worden naar China. Daar zal een testrace worden gehouden en deze zal uitmaken welke boot verschijnt aan de start van de wedstrijden Dong Energy Solar Challenge in 2012. Nu de identiteitskaart niets meer kost, wordt het steeds drukker bij de gemeente. Er komen steeds meer mensen een ID-kaart halen bij het gemeentehuis. Minister van Binnenlandse Zaken Gert Leers heeft de gemeente opgeroepen om rekening te houden met vertraging in de verstrekking van de identiteitskaarten. Tevens kan men het geld terugvragen als er in de afgelopen 6 weken een ID-kaart is aangeschaft. Zogenoemde huisjesmelkers blijft een groot probleem in Leeuwarden en omstreken. Na de aangekondigde controles van juli zijn 113 panden in de Vlietzone gecontroleerd. Hierbij werden de afgelopen week 9 illegale huurpanden ontdekt. De gevonden panden waarbij de eigenaar niet is aangeschreven bij de woningwet zal een dwangsom worden opgelegd. Er zijn op dit moment in de regio te veel roofvogels. Daarom hebben natuurorganisaties het plan om nesten weg te halen van onder andere de torenvalk, de buizerd en verschillende haviken. Ook wordt de jacht op de vossen en kraaien eenvoudiger gemaakt. Al deze maatregelen worden uitgevoerd om weidevogels te beschermen. Staatsbosbeheer is al jaren actief om de verhoudingen tussen roofdieren en weidevogels in balans te houden. Het 20 meter lange schip De Lading, dat afgelopen zondag te water is gelaten, wordt toch uit het water gehaald. Het papier-mâché kunstwerk van stadskunstenaar Marten Winters begon gisteren al water te maken, maar toen wisten ze dit nog met pompen te verijdelen. Het schip zal naar de Sluierhofbrug gesleept worden, waar hij voor reparaties op de kade gehezen wordt. Volgens het Winters is dit weer een avontuur dat doet herinneren aan de oude scheepvaarttraditie. Ja, Marten, we staan hier bij het schip De Lading. Jij bent initiatiefnemer van dit hele project. Afgelopen week ging je het water in. Hij ligt er nu weer op de kant. Kan je ons vertellen wat er precies is gebeurd? We hebben hem uitgetakeld. Het was een geweldig feest afgelopen zondag. Ik was echt helemaal, ik heb de hele dag lopen huilen zowat van opluchting en van ontroering. Ik bedoel, er stonden op een gegeven ogenblik 10.000 man in de Prinsentuin te klappen terwijl dat ding erin ging. Dat was echt, ik ben nog nooit getrouwd. Hè? Maar ze zeggen wel dat trouwen dan de mooiste dag van je leven is. Maar dit was voor mij echt de mooiste dag tot nu toe eigenlijk. Of al een van de, maar dat was echt geweldig. Maar wat er gebeurd is, nadat de waterlating al vrij snel, ik stond op het dek. En ik kreeg al vrij snel van beneden te horen van we maken water. En dan denk je goed een klein lekje dat kan. Hè. En we lagen ook nog wel, toen we optakelden ontdekten we ook nog wat. Dus we snel met de kitspuit. Goed. Maar in ieder geval, toen we in de Prinsentuin, toen we aanmeerden, toen was het al duidelijk dat het wat meer werd.
En nou, het was eigenlijk de bedoeling om iedereen uit te nodigen om op dat schip te komen. Want binnenin is het namelijk ook heel mooi. En dat we er nog nieuwe boodschappen op zouden kunnen plakken. Maar dat hebben we direct maar afgelast. Want ja, je weet niet precies wat dat schip gaat doen. He, dus voor hetzelfde geld was hij zo lek dat hij in één keer echt zou gaan zinken. He, en dat was gewoon gevaarlijk geworden voor het publiek. Maar in ieder geval, we zijn gaan pompen. We hebben een deel van de vloer eruit gehaald, zijn gaan pompen. En het bleek gewoon, dit komt van meerdere kanten. Dit is gewoon niet te houden en nou ja, het kruipt ook omhoog. Vocht kruipt omhoog. Dus, en aangezien het ding grotendeels uit papier en hout bestaat, dat moet je dus niet hebben. We moesten een keus maken of... We laten dat ding gewoon zinken in de Prinsentuin, wat helemaal niet eens mag. Want dan krijg je ontzettend veel gedoe met milieu en terecht ook natuurlijk. En dan is het schip gewoon kapot. Of we moeten hem, want doorpompen, dat kan je wel doen, maar zo kan je niet een schip drijvende houden, uiteindelijk. Dus hij moest eruit. En actie. Nou, en die dag, hij zou eigenlijk al een dag eerder gaan, maar toen waaide het zo hard, toen kreeg dat was te gevaarlijk om ermee te gaan varen. Firma Kielstra en Pax, waar we nu op het terrein staan ook, die hebben hem er ook uitgetakeld en erin gelaten afgelopen zondag. Die boden gewoon aan van, jongen, we gaan je gewoon helpen. En Kielstra heeft hem eruit getakeld en Pax, we staan nu op het terrein van de Pax en dit mogen we gewoon gebruiken nu als bouwterrein. Ja, wat zijn nu de plannen? Hij blijft waarschijnlijk tot na de winter op het droog, heb ik gelezen. Wat zijn de plannen nu verder? Wij zijn dat hij tot na de winter op het droge blijft, dat is helemaal niet zeker. Mijn intentie is om hem zo snel mogelijk, maar niet op een jachtige, snelle manier, maar wel zo snel mogelijk om hem vaarklaar te krijgen. Met andere woorden, we gaan hem herstellen. Maar je kan je voorstellen, we hebben 2 jaar bouwen achter de rug. En dat bouwen was op een hele bijzondere manier, omdat er allemaal vrijwilligers en hebben 2000 kinderen hebben meegeholpen om het schip te bouwen. Dat is een fantastisch feest geworden, maar we moeten nu gaan kijken van hoe gaan we dat doen. Want een tweede keer zinken, dat is geen optie. Dat is flauwekul. Dus je moet gewoon goed kijken van hoe pakken we dit dan aan? Hoe doen we dat? Zijn er mensen die willen helpen? Nou ja, tot nu toe gaat dat zo verschrikkelijk goed. Dus, maar vanavond hebben we, want het project is ook een stichting. Hebben we daar een bespreking over en gaan we gewoon kijken van wat gaan we doen. Dus daar hou ik jullie ook wel van op de hoogte. Maar de intentie is om hem weer varende te krijgen. Maar hoe, dat moeten we gewoon bekijken. Dit was Leeuwarden Actueel van 14 september.